In Cinépathé is er uitzonderlijk grote belangstelling voor Jean-Paul Belmondo, Beauville, David Niven en Elie Wallach in Le Cerveau, de topfilm van Gérard Houry, die reeds vroeger met Le Corneau en La Grande Vadrouille bewezen heeft hoe de beste lachfilms moeten gemaakt worden. Graaglachers raden we aan zo vlug mogelijk naar deze Gaumont schaterlachfilm te komen zien.